Nou, een bijnabaantje is een kans die je krijgt. Het is een persoonlijk traject. Dus we kijken ook heel goed van, wat wil een jongere? Waar ligt zijn intrinsieke motivatie? Het zijn natuurlijk allemaal pubers. Dus dat is wel heel belangrijk om dicht bij de jongeren te blijven. En vanuit daaruit gaan wij op zoek naar een bijbaantje. En wij helpen ze gedurende het traject. Dus als er bijvoorbeeld binnen de beperking wat extra dingen nodig zijn, dan helpen wij de werkgever om ze daar tips bij te geven. En wij sturen een beetje de jongeren aan van, goh, misschien kan je een beetje dit of een beetje dat. Ja, en zo werkt het eigenlijk gewoon heel goed.